let me down. Een hele goede dag. Hi. Welkom bij deze nieuwe kookvlog Koken met Karin. En ik ga jullie laten zien hoe je op een lekkere, leuke manier, op mijn manier dan wel te verstaan, lekkere uiensoep kan maken. Dus ik neem jullie mee in de keuken van mij. Heel veel kijkplezier. Staat die uit of nu aan? Zo, ik ga even water erbij doen. Kijk, ik had al een beetje water gedaan. Ik ga dus nu eerst even lekker bouillonblokjes erbij doen. En dan ga ik hem alvast op het vuur doen. Vuur aanzetten. Zodat hij alvast kan gaan verwarmen. Ik heb dus rund bouillonblokjes. Dat is al één. Ik zal het even laten zien welke ik heb. Dat is deze mooie rode. Deze heb ik. Je kan er ook voor kiezen voor kip bouillonblokjes. Het is maar net wat voor smaak jij wil hebben. En dan doe ik het gasfornuis aan. Zo. Mooi. En zoals ik dus heb geleerd en bij de Mol of the Netherlands en van Miljuschka gaan we een ui rokken. Zoals je hier kan zien heb je hier haartjes. Dus daar moeten we dus niet aankomen. We gaan gewoon hem... ik weet even niet meer hoe ze dat deed. Of zo, of gewoon zo. Maar dan ga je dus niet meer huilen. Ja. Ik doe het dus gewoon lekker op mijn manier. Oh, lekker zo. Door de midden. Dan gaan we lekker de uien rokken, mensen. Zo. Daarvoor heb ik ook een hele mooie handige bak in huis. Lekker de uien rokken. Kijk, en hier kan je wel gewoon aankomen. Maakt helemaal niet uit. Kijk. Gaan we nog even... Kijk, nou wordt hij mooi. Ook deze weer eventjes ervan afhalen. Ik haal altijd even iets meer ervan af. Dat vind ik hoogstens persoonlijk wat weinig. Dan ga ik dus snijden. Kijk, en volgens mij deed Miljuschka toch anders. Maar ik doe het ook gewoon op mijn manier. En dan doe ik het gewoon even, zo meteen even op de andere manier. Maakt niet uit. Dan gaan we het zo doen. En dan gaan we zo snijden. Zo. En heb ik dit nog over. En die kan gewoon lekker weg. En zelfs mijn eigen man heeft er niet meer last van. En van de uien, volgens mij. Nee, gek hè? Kijk, en ik haal dit er nou dus lekker wel ervan af. Want daar hebben we dus geen last meer van. een andere kok. En die zou mij nu al lang al zeggen, je moet dat niet zo doen, je moet het zo doen. Maar dan heb ik gewoon geen grip. Dus als je jouw kind of je oppaskind mee wil helpen, gewoon lekker mee laten helpen. Altijd gezellig. Of je neef, je nichtje. Altijd gezellig. Of je man. Of je vrouw. Nou, lekker samen koken. Wat? Dat is altijd het gezelligste. Kijk. Dan moet ik eventjes een spatel hebben. Dan kan ik eventjes gaan roeren. Kijk, hey, er wordt eentje aan mij gegeven. Een spatel. Ja. Zo. Kan ik even roeren. En ik leg altijd, bijna, altijd dat ding daar. Vind ik gewoon vele malen weinig. En dan gaan we weer even een jasje ervan afhalen. Zoals iemand anders het zou zeggen, rokken. Doe ik even gelijk bij en bij een aantal X, want anders blijf je bezig. Oké, nu ook even wachten met, want anders zit alles erop. Zo, ik ga nog eventjes een klein stukje ervan afhalen. En dan ga ik weer eventjes en door de midden snijden. En dan ga ik het laatste jasje nog even uitdoen. Dat is wel zo fijn. Kijk. Dit is ook nog een jasje. Kijk. Want die wil je niet in je soep hebben. Kijk. Dan halen we die er vanaf. Deze er even tussenuit. En dan gaan we snijden. Zo. En dan gaan we zo doen. En dan gaan we snijden. Kijk. Ik krijg nu wel weer wat last van mijn ogen, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon gezellig door. Ik weet al waarom ik last van mijn ogen krijg, omdat die precies bij mijn neus staat. Zo, dan gaan we eventjes dit, wat hier dus al staat... Licht. Die alvast even in de pan doen. Samen met jullie. Zo, en dan ga ik even roeren. Dan ga ik hem een beetje op wat hoger vuur zetten. En ik ga alvast een beetje zometeen, straks, als ik deze ui heb gedaan, ga ik kruiden erbij voegen. Niet te vergeten. Dit is een heel dik jasje. Maar ik haal hem er wel vanaf. Waarschijnlijk niet nodig geweest, maar... Ik doe het even wel. Zo, heb ik even uitjes al voorgesneden. Ja, en ik had mijn moeder aan de lijn en die zei al van uiensoep hoef ik niet meer. Dus ik vraag aan haar van waarom hoef jij geen uiensoep? Nou, voor de laatste keer dat ik het had gegeten, daar zat een bittere smaak aan. Ja, dat kan. Maar dan is het waarschijnlijk of niet meer goed geweest, de uien, of het is niet lang genoeg doorgekookt. Kijk, het is nu Nederlandse tijd, bijna 7:30 van 26 januari 2020. En de eerste meuk zit er alweer in. Kijk, je ruikt het al. Helaas jullie niet, maar ik wel. Het ruikt goed. Alleen als je het dus nu eruit haalt, dat het dus net kookt, net de uien, dan krijg je inderdaad een bittere smaak. En die is niet lekker. Nee. Kijk, het kookt inderdaad net. Ja, daar ben ik het mee eens. En dan kun je wel zeggen, ja maar Karin, waarom heb je dan nu nog steeds met uien bezig? Omdat ik altijd alles op gevoel doe. Altijd. Kijk, nu doe ik even het vuur weer zacht. En ik ga even weer roeren. Zo. Kijk. En ik ga weer even roeren. En dan ben ik weer klaar. En dan leg ik het er weer daar neer. En ik ga weer gezellig bezig met mijn uitje. Kijk, heel veel koks doen dit. Maar dan heb ik geen houvast meer. En heel veel koks doen dit. Ja, nou, dat is fijn. Maar ik wil zien wat ik doe. Zo. Zo. Zit hier niks meer op. Kijk, alleen die. Zo. En want dat zijn de worteltjes waar haar in zaten. Nou, die wil je niet hebben. En je soep niet. Huh? Nee, de wortels van de haren. Nou, nee. En ik geef ook een hele andere twist eraan. Namelijk. En dat doe ik altijd. Elke uiensoep voor mij is gewoon anders. Dat zal Miljuschka ook denk ik hebben. Of Rudolf. Elke uiensoep is anders. Zo mensen. Deze uien gaan weer terug de kast in. Die heb ik dus namelijk niet meer nodig. Dan gaan we deze uien, wat hier dus nu nog op de plank ligt, gaan we erbij doen. Zo, en dan gaan we gewoon weer even gelijk roeren. En we doen eventjes op wat snelle vuur. En ik ga er nu wat kruiden bij doen. Altijd gebruik ik paprika poeder. Deze is bijna op. En het mag ook wel wat meer hoor, dan iedereen denkt. Deze is leeg. Hey, joehoe. Nou, dan ga ik gelijk even weer roeren. Hup, zo. En dan pak ik even currypoeder. Als die al open is. Ja, die is open. Zo, even kijken of deze nog open is. Even kijken. Ja, die is open. Ja, die is open. Want ik wil wel een lekkere twister aangooien. Zeer zeker. En dan doe ik nu wat zout erbij. Ro, die vond het leuk laatst om te koken voor mij. Is leuk. Maar je hebt hier dus een grote opening en met 3 kleintjes. Ro, die had het dus de uitvinding gevonden om de grote opening te gebruiken. Ja, dan is het heel zout. Maar ik doe dus deze. En dan doe ik 1, 2, 3, 4. Dus gewoon even 4 keer knijpen. En niet zo'n grote. Ja, dat is heel zout. Ja, nou, ik heb het geweten. En hij ook. Want ik hoefde het niet meer op te eten. Nee, maar hij heeft wel zijn best gedaan. Dat moet ik toegeven. Zeer zeker. En peper niet te vergeten. En zoals wat Rudolf zei, je moet opletten op de camera waar die staat. Nu staat hij aan mijn rechterkant en ik ben altijd rechts. Dus dan moet je weer met links gaan roeren. Dus dat is eventjes weer even een switch om voor mij. Maar ik denk, oh ja, Rudolf, je zei wat. Ja, dat klopt. Nou, een peper kan en niet zo lekker veel. Hoeft niet zuinig. Nergens zo nodig. Zo. En, niet te vergeten, ketchup Amanis, mensen. Daar zit ook wel zout in. Maar dan krijg je toch eventjes en die donkere kleur in je soep. In elke soep gebruik ik dat eigenlijk. Een heel klein beetje. Ook weer naar gevoel doe ik dat. En dan ga ik weer roeren. Dan krijg je toch een beetje een donkere twist. En dan ga ik zo meteen even knoflook uit de koelkast pakken. En nog wat anders, maar dat weet Ro nog niet. Zo, nou ik heb eventjes al een beetje voorwerk gedaan. Want ik heb hier knoflook liggen. Dan denk je, wel zo Karin, dat is veel. Ja, dat klopt. Maar jongens, we hebben ook een hele grote pan. Dus ja. En ik vind het wel even lekker dat er even iets smaak aan zit. Dus dat gaan we ook lekker doen. En ik ga zo meteen nog de oven even warmen. Ik gebruik geen kaas. Nee, want dan gaan dus namelijk de smaak eruit. Zoals wat je wel bij een miljuschka hebt gehoord. Dus ik gebruik geen pers. Ik doe het lekker met de hand. Want zo krijg je nog meer smaak. Eigenlijk nooit een pers. Of mits dat ik haast heb. Dan is het wat anders. Zo. Kijk. Lekker even knoflook erin. Lekker trekken. Lekker. Je kan er ook voor kiezen om dus de knoflook een beetje aan te fruiten via een koekenpan. En dan erin. Maar ik kies er lekker voor om het gewoon lekker mee te koken. Ik kan het wel doen. Zodat jullie ook even die zien. Maar ja, dat doen we dan de volgende keer. Gaan we nou niet doen. Want ik heb dus een app op mijn tablet. En daar gaan we ook leuke recepten van afhalen. Om dan onze eigen twist eraan te maken. Die gaan we dan ook voor jullie weer klaarmaken. En ik moet eigenlijk zeggen dat de hondjes bijzonder rustig in de keuken. Eén in de keuken ligt. Te slapen. Zo. Zo, de laatste twee. En bij mijn goede kennissen, waar ik vaak ben, en daar kook ik dan ook wel eens, en hun doen het dan via Hello Fresh. Maar door hun leer ik eigenlijk weer plezier te hebben in het koken. Dat is gewoon grappig. Het hoeft niet allemaal zo moeilijk te zijn. Het kan ook gewoon lekker makkelijk. Zo. Als jullie het konden ruiken, mensen, nou. Denk ik dat ik hier half Nederland heb zitten, denk ik. Denk ik. Maar, ik ga een lepeltje pakken. Twee lepeltjes. Twee lepeltjes, heel handig. Erg handig. Twee lepeltjes. Zo. Ik doe er ook nog een beetje sambal bij. Sambal bij? Ja, lekker. Gewoon van sambal oelek van Konimex. Niet heel veel. Want omdat je ook al knoflook erin hebt. En eigenlijk zo'n beetje. En dat doe ik er dan zo. Dus daar. En, niet te vergeten, pesto. Waarom pesto? Nou, pesto dat is olijf. Ja, pesto dat heeft toch weer een, gewoon, ja, een bittere smaak, maar het maakt toch wel weer lekker. En dit doe ik eigenlijk bijna altijd. Kijk, gewoon zo'n beetje. Ook niet heel veel, overdreven veel. Maar je maakt het toch op je eigen manier. Nou, dan ga ik weer even roeren. En dan is het een kwestie van koken en gewoon wachten tot het eigenlijk klaar is. Maar ik heb nog één ingrediënt. Wat ik er ook in ga doen. Ik kook er eigenlijk nooit mee. Roderick die vindt het onwijs lekker. Ik vind het vies. Je kan het gratis halen. Yep, dat gaat er ook dus doorheen. En dit is dus mijn eerste keer dat ik het doorheen doe. Zo. Er zit een beetje olijf. Een beetje een olijfolieachtig of zoiets. Ja, volgens mij wel. Zo. En als ik het erin heb, dan zal ik het zeggen wat het is. Het is namelijk gember, mensen. Gember en door de soep, ja. Misschien, want Rodi heeft dus een keer aan mij gevraagd. Heb jij ooit al eens een keertje gekookt en met gember? Nou, nee. Nu dus wel, want meneer is mijn cameraman. Dus ja, nu dus wel. Dus hij heeft al een big smile van, het zal wel. Maar als je het wil proeven, dan ga ik het gewoon pureren voor hem hoor. Dat maakt niet uit. Met alle liefde doe ik dat voor hem. Doe ik alle liefde, hè? Sorry. En dan doe ik nog een beetje ketchup amanis en een beetje peper erbij. Voor de vingers in tats. Zo. En die ook gelijk eventjes achter de kast. En ik pak nog even peper. Zo. En dan is het nu afwachten hoe het zo meteen smaakt. Dus we komen zo meteen na de break bij jullie terug. Nou, we zijn er weer. Eventjes een break gehad. En de soep die kookt aardig. Wat dan weer lekker, wat een beetje dik. En ik ga het zo meteen lekker opdienen voor mezelf. Ik heb net al even aan Roderick gevraagd of hij ook wou. Nou, zijn pizza zit in de oven, dus hij wil helaas niet. En ik heb zometeen een lekker broodje met kaas en ei en een beetje soep van mezelf. Ja, dat heb ik gemaakt. Dus, ja. Ik ga een mooie soepkom pakken. Uit de kast. Ja, uit de kast. Ik heb altijd mijn eigen. Als ik idee. En dan pak ik een soeplepel. Achter me. Ja. En dan doe ik het gas uit van de soep. En ik ga dan alleen wat ik nou wel mis. En dat zijn de balletjes. Maar ja, die ga ik er lekker bij bedenken. Hoeft ook niet altijd. Kijk, moet ik het wel goed doen vanzelf. Kijk. Lekker een huissoep mensen. Lekker. Lekker vers gemaakt. Er zouden echt wel een beetje schoonheidsfoutjes erbij wezen, maar wie heeft dat niet? Ik in ieder geval altijd. En als ik soep ga eten, moet ik even mijn soeplepel zien te zoeken. Waar mijn soeplepel is. Of ik hem kan vinden, trouwens, enigszins. Ja, mijn soeplepel kan ik vinden. Want dat is de enige echte soeplepel waar ik altijd mijn soep mee eet. De grote soepen dan, hè, zoals deze. En die laat ik even zometeen afkoelen. En dan laat ik zometeen jullie zien dat ik lekker aan het nuttigen ben. Met mijn soepje en met mijn broodje. Dus we hadden nog even een kleine korte break. Tot zometeen. Nou, schat. Smakelijk. Ja, en de liefde gaat en door de maag. Ik heb voor jou pizza gemaakt. Oh, dat ga ik zelf. Ik heb voor jou het... in de oven gedaan dan. Oh, hè? Okay. Nou, dus ja, en de oven heeft het voor mij klaargemaakt. Dat is helemaal... En ik heb voor mezelf lekker uisoepje gemaakt, zoals jullie wel weten. Ik weet niet of het nog al te heet is. Maar ik ga het even proberen. En ik hoop ook dat jouw pizza smaakt. En hij is nou ook niet zo zwart. Nee. Smaakt echt lekker. Ja. Okay. Wel pittig. Oh. Maar lekker pittig. Te veel pitjes? Nee. Hij is lekker zo. Hij is echt lekker. Gember? Of niet? Dat weet ik nog niet. En daarvoor is hij nog een beetje te heet om dat te gaan proeven. Okay. Je proeft wel iets inderdaad, maar niet heel erg overheersend. Hij is lekker. slaapkamer. Nou, wil jij nu ook zo'n lekkere recept? Of wil je nou zoiets van, hey, wil je nou eens een keertje bij ons koken? Ik zou zeggen, dat is helemaal top. Laat dan eventjes een leuke reactie achter, eventjes of hieronder, of even via de mail, via vlogkarinrotaapstaartje@gmail.com. En wie weet komen we wel even bij jou koken en filmen. Dus wie weet, tot de volgende keer maar weer. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei!